Suriname zal binnenkort beschikken over het archief van Johan Ferrier, de laatste gouverneur en de eerste president van Suriname. Voor de overdracht van dit archief heeft het Nationaal Archief Suriname, NAS, de NAS, gisteren op de 46e jaardag van de Republiek Suriname een overeenkomst ondertekend met de familie Ferrier. Het archief bevat diverse documenten, foto's en audiovisueel materiaal over zijn bestuursperiode en zijn persoonlijk leven. Het audiovisueel materiaal is gisteren overgedragen aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, die zal werken aan de digitalisering van het archief. Hierna zal via de website van NAS het archief van Johan Ferrier beschikbaar worden gesteld voor onder andere de Surinaamse gemeenschap. De nationale archivaris Rita Chinfu geeft aan dat het archief bescheiden van onze eerste president bijzonder en waardevol is voor Suriname en Nederland. Het is volgens haar de weerslag van de bestuurlijke verbinding tussen Nederland en Suriname en tegelijkertijd ook de onthechting van Suriname als onafhankelijke republiek. Eerder zijn de archieven van premier Henk Aron en president Fred Ramdat Missier in beheer overgedragen aan het NAS.